Welkom op de Kolkhof bij het Ontspanningsfestival. Vandaag organiseren wij hier het Ontspanningsfestival vanuit de afdeling behandeling Almelo. En wij organiseren hier vandaag allerlei verschillende activiteiten waarin je lekker kunt ontspannen. In de week van de reflectie een mooi moment wilde creëren om in verbinding te komen met elkaar als behandelaren, maar ook met de cliënten, met de begeleiders, om echt iets met elkaar samen te doen. Als je binnenkomt, kom je eerst langs de Reload on Focus stoel en de Four Senses stoel, waarin je lekker kunt zitten en even helemaal de rust voor jezelf kunt ervaren. Vrijwilligers van de technische dienst ouderen van de Losse Hof hebben speciaal een smoothie fiets gemaakt voor het evenement, waarbij je je eigen smoothie bij elkaar kunt fietsen door verschillende ingrediënten in de blender te doen. En vervolgens ga je fietsen en daarna komt je eigen gemaakte smoothie eruit. In de gymzaal is er ook van alles te doen. En bij de psychomotorische therapie kun je meedoen met een ontspanningsoefening. Ook is daar onze speltherapeut. En de speltherapeut legt uit over de doodles. En daar kun je ook de doodlesmethode ervaren. In de muziekruimte is ook van alles te beleven. Daar kun je lekker muziek maken met elkaar. Maar ook kun je daar beleven in muziek, BIM. En dat is een lichaamsgerichte methode met muziek, waarbij je zowel de muziek voelt op je lichaam als ook de muziek hoort. En ook daardoor kun je lekker ontspannen. In de wellnessruimte kun je het floatbed gebruiken, waarbij je je lichaam helemaal tot ontspanning kan komen. Alsof je in het water ligt. En ook kun je daar lekker in de massagestoel zitten en in de wellness dus tot ontspanning komen. Heerlijk happy kun je zitten in lekker relaxte stoelen en daar kun je luisteren naar verschillende complimenten op de complimentenradio. In de wasstraat kun je meer leren over hoe je goed je handen moet wassen en wat daar allemaal bij komt kijken. Daar hebben ze praktische tips over hoe je dat goed kan doen. Bij onze logopedistes kun je zien en ervaren hoe een oogbestuurde computer werkt. Door verschillende spelletjes uit te voeren kun je dat eens een keertje testen. En onze gedragskundigen hebben een spel bedacht over positief naar jezelf kijken. En dat heet positief eilandhoppen, waarbij je van eiland naar eiland gaat met positieve opdrachten. Nou, Amber, ontspanningsfestival, hoe vond je het? Ik vond het leuk. Ja, leuk, goede dingen gedaan, hè? Ja. Top. Ja. Hey, Amber, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doeg. Doei.